never worked a day in my life. Oh yeah, I'm lost since you've been gone. Mijn toekomstplan, ik roep altijd maar dat als ik gewoon zo door mag gaan als dat het nu gaat. Ik zou iets lichter willen worden, ik ben iets te zwaar. Ik zou nog iets rijker willen worden. Ik ben net niet rijk genoeg naar mijn zin. Maar als ik gewoon mijn rekeningen kan betalen en dit leuke werk wat ik mag doen nu iedere dag mag blijven doen, ben ik super tevreden en dan ziet de toekomst er voor mij fantastisch uit. Ik moet heel eerlijk zeggen dat Wereldstudiefonds, dat kleeft natuurlijk al een jaar of twee, kleeft dat aan ons programma. Vaak zie je het ook als billboard. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Wereldstudiefonds.nl. Ik vind het goed dat Mark dat doet, maar ik ben zelf niet zo'n goede doelenman. Ik heb, zoals hij dat heeft, zoals gedreven en gepassioneerd als hij daarover kan vertellen. En hoe hij daarmee bezig kan zijn en al zijn tijd en energie in kan steken. Dan, ik heb er veel bewondering voor. Maar geef mijn portie maar een fikje. Ik heb dat niet zo. Natuurlijk vind ik ook dat als je het zo goed hebt als ik, natuurlijk moet je dan ook voor andere mensen ook wat doen in de wereld. Maar ik probeer dan altijd nog een beetje met een Jantje van Leiden af te maken door bijvoorbeeld mensen als Mark de gelegenheid te geven in dit programma er aandacht aan te besteden. Dan heb ik het idee van, ja, dat is mijn ziel alweer gezuiverd. Dan heb ik mijn bijdrage aan de wereld alweer geleverd. En ik recycle trouwens ook. Ik gooi altijd mensen flessen in de glasbak en ik doe het karton apart. Dus ik ben volgens mij best goed bezig. Ja, Erik heeft inderdaad gelijk. Ik ben druk bezig met het Wereldstudiefonds ook. Dat is een stichting die ervoor zorgt dat kinderen in Nepal en Bangladesh naar school kunnen gaan. Twin, de voorzitter van het Wereldstudiefonds, heeft een tijdje in Nepal lesgegeven als leerkracht Engels. En in die periode viel het hem op dat veel kinderen gewoon niet naar school konden gaan. Dus vond hij, daar moet je wat aan kunnen doen. Want ja, studie is het belangrijkste in het leven van een mens. Want dan kun je verder groeien, dan kun je een toekomst bouwen. En toen hij later ook in Bangladesh hetzelfde tegenkwam, was eigenlijk zijn beslissing helemaal rond. We moeten een stichting oprichten die gewoon eerlijk omgaat met die kinderen. Die zorgt dat ze kunnen studeren zonder dat er iets aan de strijkstok blijft hangen. En dat is dus het Wereldstudiefonds geworden. Nee, nog de kinderen, nog de ouders krijgen geld van het Wereldstudiefonds. Het geld gaat rechtstreeks naar de scholen. In Nepal is het één school en de kinderen uit de omgeving die zorgen dat die daar kunnen studeren. In Bangladesh hebben we juist weer een omgeving van een paar kleine dorpjes. En die zorgen dat de kinderen kunnen studeren. Aangezien die verder moeten studeren vaak van waar ze wonen en vaak ook inwoner moeten zijn. En dat doen we gewoon door 12,5 euro per maand te vragen aan de donateurs. En voor die 12,5 euro kan zo'n kind dus studeren. Kan hij dus een schooluniform krijgen, zijn schoolboeken, de examenkosten. En dus in Bangladesh ook het onderdak. En dat is allemaal van 12,5 euro in de maand. En ik hoop dat we met het Wereldstudiefonds echt een verschil kunnen maken. Om te zorgen dat kinderen echt een toekomst kunnen gaan bouwen. Want dat verdienen ze. I never worked a day in my life. Nou, dat hebben we dus gezien. We zullen eens gaan kijken naar de clip. Hier komt Erik Dikkep met Laat Je Gaan. I never worked a day in my life. Oeh, oeh, ah, ah, ik lijk wel niet wijs. Ik wil jou tegen elke prijs. Hé, hé, oh, als jij mij ziet, heb jij dat dan niet? Laat je gaan, voel je vrij. Leef gewoon met mij je leven. Laat je gaan, blijf bij mij. Ik wil jou echt nooit meer kwijt. Ik krijg die naast het veel te hoog loon en lekker arbeid voor, alsjeblieft. Ja, applaus voor Daisy en de zingende arbeiders. Na 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 nee na 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 nee na 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 nee na 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 nee na 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 nee na 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 nee na 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 na. Oeh oeh ah ah, ik lijk wel niet wijs. Ik wil jou tegen elke prijs. Eh eh oh oh, kom bij mij. Voor jou gaat alles opzij. Gaat er gebeuren? Ik ben heel bang. Dit zijn mijn beste vrienden. En als je genoeg hebt gezien van Huub en de Gouden Kooi, ik heb het wel.
van hun geleerd. Een grote applaus voor u. Een mooi gezicht. Als jij hier in mijn armen ligt. Ik wil dat de wereld ziet. Dat ik van jou geniet. Nou, ik moest van Erik zeggen dat ik de clip echt heel erg vet vond, dus bij deze. Maar ik hoop dat u hem ook leuk vond. Vergeet niet om vrienden te worden met Erik op huis, erikdiekep.huis.nl. En kijk volgende week allemaal weer, want dan is er weer een nieuwe clip klaar. Doei! Ik vind het echt een leuke clip, maar als ik zeg, ik vond het echt een leuke clip. Ja, dat komt er niet overal fel. Nee hoor, je mag zeggen wat je wil. Je mag ook zeggen, ik vond het niet veel, maar ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Als jij het niet veel vond. Ja, wel, ik vind het echt vet. Dat maakt mij niks uit. Nou, gezegd dan, ik vind het vet. Oké, ik vind het leuk. Maar je hoeft niet aan ons, we hebben ons gerekend aan. Ja, maar weet je wat het is? Als je zegt van leuk, dan vind ik zo, ja. Nee, maar leuk. Jij zegt net in je eigen woorden, ik vond het wel vet. Dan zeg je, ik vind het vet. Oké. Dat is jouw show. Oké. Dan moet je het wel echt vinden. Als je denkt van, nou, ik vond het niet zo. Jawel. Mag je ook zeggen, nou, ik vond het niet zo. Maar misschien vond u hem wel leuk. Kijk gewoon volgende, maakt niks uit, weet je wel. Je mag zeggen wat je wil. Oké. Het is vrijland. Ja. Nou, ik moest van Erik zeggen. Ik moest van Erik zeggen dat ik een hele vet clip vond. Het is wel leuk hè, dat je dan zo iemand hebt en dan die gewoon alles zegt wat je maar van de vraagt. Dit was Kim Wagner, tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wereldstudiefonds.nl.